So surf it and write you, you should be. Surf now, yes, surf now, cause write you will surf with you. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe unboxing video van Trailers TV. Mede mogelijk gemaakt door Honeycards. Zoals jullie al aan die hele slechte intro hebben gehoord. Ik maak eigenlijk even een fout bij, want ik weet... Nou ja, maak jij een hele slechte intro. Ben ik dus bezig geweest met... Ik kwam gewoon heel eventjes in voor jullie in het grote camerabeeld. De Alolan Raichu Box. Alolan Raichu includes sowieso een promo van Raichu, van de Alolan Raichu. En een paar boosterboxen, dus laten we maar gaan kijken wat erin zit. Nou, heb ik hem even na zitten te denken over hoe dat ik dat met die commentvragen ga doen. Nou is het probleem, ik moet natuurlijk wel eerst een paar comments hebben die ik kan beantwoorden, tot ik weet dat ik die comments heb. Dus op dit moment heb ik nog niet die comments, maar die komen wel. Dus op het moment dat de video's opstaan en ik ben met de volgende opnamesessie bezig, heb ik dus inderdaad een paar vragen binnen en dan zal ik die ook zeker beantwoorden. Dus zeker graag, ik ben nog 2 minuten naar jullie toe, want dat heb ik in de volgende video niet echt goed uitgelegd. Maar ik neem altijd een paar video's. En dat doe ik dus expres, omdat dan ben ik toch eventjes bezig. Dus zag je dat? Dat plastic zakje, dat viel me gewoon aan, hè? Ja, ik zie jullie wel typen. Maar ik zie alles. Ik denk, misschien is het toch wel fijn om dat een beetje uit te leggen. Dus, want dit is de laatste video die ik dan opneem deze sessie. Speciaal daarvoor. Dus waarom ook niet? Dus... Laten we eens heel even gaan kijken, want wat zit hier nou precies in? Je komt sowieso, ik zie 3 pakjes. Eén momentje. Ik denk dat ze ondertussen wel geleerd hadden hoe dat ze dat zonder je kaart te laten warpen. Dan maar zo. Of. Wat trouwens deze moet. Daarbij, zo. Nee, excuses jongens, ik moet nog af en toe een beetje uitvogelen hoe dat ik het precies doe. Nou, weet je wat, we pakken gewoon heel even de kaartjes erbij. Pak even de jumbo kaart, zo, dat is heel voorzichtig. Die zijn namelijk wel heel makkelijk weg te schuiven, hè. Net zoals dit, gewoon rotzooi, is gewoon makkelijk weg te schuiven. En ik snap dat René dat allemaal naar mij toe stuurt, want het gaat allemaal mijn afvalbak in. En dan moet ik allemaal weer opruimen. Ik heb groot gelijk. Maar goed, je krijgt dus de Alolan Raichu. Alolan Raichu, mijn excuses jongens, serieus. En dat is dus de promo die je hierbij krijgt. Quick Attack voor 10 en als je de munt opgooit kan die 30 damage meer doen. En Electric Server voor 70. Zeker een hele mooie kaart. Ik vind hem zeker mooi. Ik bedoel, Pikachu, Raichu, het blijft altijd heel erg leuk. Dan heb je dan natuurlijk nog eventjes de Jumbo kaart ervoor. Dus... Oeh, je ziet mijn camera. Hartstikke leuk. Goed, nou... In ieder geval, het gaat natuurlijk ook bij de pakjes die je erbij krijgt. Want er zitten altijd leuke pakjes bij die je erbij krijgt. Alleen, dit vind ik dus apart. Je krijgt Sun and Moon, Guardians Rising, Sun and Moon, Burning Shadows en Roaring Skies. Waarom krijg je Roaring Skies bij dit? Waarom zit hier Roaring Skies? Ik weet dat iedereen super gehyped altijd was over Roaring Skies. Omdat Shaming kon erin zitten, noem het maar op. Maar het is uitgerouleerd. Dus, waarom... Zit het er? Nou, weet je wat? We gaan het gewoon als eerste pakken. Ik bedoel, voordat het uitgeroleerd was, iedereen die moest en zou Roaring Skies hebben in verband met wat daar die Shaman EX in zat. En Shaman EX was de kaart die iedereen wou hebben. Dus ik ga heel even spieken. Ja, ik moet hem zo doen. Geen enkel probleem. Dus iedereen die wou de Shaman EX kaart, en dit is 3. Ja, dit is 3. En de reden waarom dat ze dat wouden hebben, is dat was gewoon de kaart uit de set. Want hij was heel goed competitive en daardoor was hij dus ook heel erg veel waard. Wat ik heel erg leuk vind, is dat ik dus weer heel erg veel leuke oldschool art terug kan zien. Zoals Manetrank, Pinnacle. Ik herinner ze allemaal nog van de decks die ik toen heb gehad. Voltorb en online heb gespeeld. Gligar. Ik vind het gewoon zeker heel erg leuk. En Benet Reversed Hollow. En hebben we... Ik heb volgens Skies. Dus
Serieus, jongens. Of, ja. Iedereen die wou die shame in hebben. En die was inderdaad heel erg zeldzaam. Dat is ook even een tijdje een van de duurste kaarten geweest ooit. Dus, dat heeft dan natuurlijk te maken met. We openen nu trouwens nu eventjes de Guardians Rising. Lijkt me net zo leuk. Dus, alleen daar moet ik dus wel rekening mee houden. Dat ik dus nu. Dank je, René. Dat ik dus nu 4 kaarten doe, want dit is weer Sun and Moon. Dat is best wel lastig eigenlijk voor ons unboxers, omdat dat eigenlijk zo wel weer te doen. Dus, oké. We hebben Fairy Energy. We hebben Watchdog. Een Rescue Scratcher. Sadoana. Hallo, oh, die vind ik nog steeds awesome. Hallo, een Vulpix. Kotika. Chansey. Dinges. Helioptile. Reverse Holo Rayquaza blijft natuurlijk heel erg mooi. Weer die vogel, hè? Weer die vogel. Ik moet zeggen, de afgelopen video's hebben we niet echt veel gepost. Spoilers! Het is tijd voor een goede pols nou. Moet nou eens een beetje stoppen. Oké. Burning Shadows. Echt serieus, jongens. Geef hier heel eventjes geluk aan. Kom op. Beam it in. Hou je Eevee even tegen het scherm aan. We moeten nou gewoon iets spoelen. Dat kan gewoon nou niet anders. Hij is al dicht met Superlijn. Oh ja, echt. Dankjewel. Spannende muziek. Zo. En dat weet wel wat dit doet. Even kijken hoor. Ja, deze moeten we dus zo omdraaien. Dan kunnen we mooi die weg doen. Goed. Vier. Heel spannend maken. Buurman, je houdt de deur dicht. Ging de vorige keer gewoon fout. Buurman, het moet maar eens afgelopen zijn om de deur te openen terwijl dat ik aan het opnemen ben. Wees voor beton. Crabrawler. Ralts. Hey. Ralts is nou ook een beetje speciaal in ons boekje geworden. Ik weet dat Mirte daar heel erg fan van is. En jullie hebben de video gezien hoeveel. Hoe mijn. Sinterkerstverjaardag ondertussen dan niet was. Dus. Tupider. Tengela. Noibat, reversed holo. Regelen erg. Hallo, hallo, ratata. Hele leuke Alola Rattata. Kom nog heel eventjes terug even met de cam, met de kaartviewcam. Ik bedoel serieus een Alola Rattata zei ik, maar ik bedoel eigenlijk de Alola Raichu. Die vind ik echt zeker heel erg awesome. Maar helaas hebben we dus niet echt veel leuke bols gehad. Ik bedoel, ja, er zit een Roaring Skies in. Yay, Roaring Skies. Ik vond het niet goed. Wat heb je dingen poelen? Maar goed, we hebben net een ontzettend momentje gehad. In ieder geval, heb jij nu leukere bols gehad? Nee, wij zouden voor de question van de comments gaan. Heb je nou een vraag aan trainer Stevie of van de studio of iets? Laat het zeker weten in de reacties. Als je dan natuurlijk de tijd hebt, misschien wordt jouw reactie wel gekozen om te antwoorden in een andere video. En met dat gezegd hebben, dank jullie voor het kijken. Laat een like achter voor de Alolan Raichu als je dan natuurlijk de tijd voor hebt. En hoop ik jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video! Alsjeblieft zorg er nou voor dat er in de volgende video wel iets meer interessants gepolt wordt. Ik, net zoals met die Shiny Mew, dat was gewoon awesome. Dus het is ook leuk voor jullie, denk ik. Toch?